moet helemaal perfect zijn voor het bezoek van prinses Rain. Woehoe! Hier, ik help een handje. Of twee. Woep! Dat is nog eens een handzame sneeuwman. Daar is ze! Daar is ze! Welkom in Winterwonderland. Wauw! Ik heb nog nooit echte sneeuw gezien. In het regenboogrijk is het met 20 graden altijd heerlijk warm. Is het niet sneeuwkoel? Ja, en ook wel sneeuwkoud. Oh, dat dachten we al. Dus hebben we warme spullen voor je meegenomen. Geweldig! Wow! 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 Wow, dat was waanzinnig! Als je dat al leuk vond, dan moet je skiën eens proberen. Dat is mijn favoriete winteractiviteit. Nou, heel graag. Kan dat nu meteen? Yep, en wij gaan gezellig met je mee. Oké, denk eraan. Als je naar beneden gaat, dan hou je de skis recht en naast elkaar als twee frietjes. En als je wil stoppen, dan duw je de punten bij elkaar als een pizzapunt. Ik snap hem. Frietjes en pizza. Daar ben ik allebei dol op. Prinses Rain, je bent een natuurtalent. Bedankt. Ik bleef gewoon denken aan frietjes en pizza. Zo leuk. En wat vind je van onze sneeuwman? We hebben hem samen gemaakt en iedereen heeft iets speciaals toegevoegd. Waarom doe jij het ook niet? Ja, graag. En ik weet al wat hij nodig heeft. Wat dan? Een beetje magie. Wacht, waar gaat hij heen? Geen idee, maar we kunnen een betoverde sneeuwman hier niet zomaar laten rondrennen. Goed punt, Shani. En betoverende sneeuwmensen leiden vast naar betoverende sneeuwavonturen. Yes! Volg die sneeuwman! Ik voel magische winterkracht bij deze boom. En omdat jullie de winterpret wilden delen met mij, geef ik die dubbel en dwars weer terug. Wow, dit is precies wat mijn outfit nog nodig had. Dankjewel. En niet te vergeten, mijn favoriete winteractiviteit, de après-ski. Après-ski? Dat is gewoon een duur woord voor warme choco met je vrienden. Après-ski met wintermagie. Wat een perfect en zoet einde van een geweldige dag. Ja.